Dankjewel, Simone. Kan je zien, ik heb geplast of niet? Nee. Okay. Jongen, 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 wat een lekker weer was het gisteren. Lekker warm. Ook qua temperatuur. Voor mij iets te warm, maar wel voor veel mensen hartstikke lekker. Ik zelf zweet nogal heftig op dit soort dagen. Dit soort plekken ook. En hier ook, maar dat is omdat ik niet tegen acryl kan. Maar ik naar huis toe, lekker slapen, vroeg weer op, omdat ik het weer presenteer ook. Dus ik lig in bed en ineens, bang, knal, bang, nog een knal en een flits. Ik was klaarwakker, schrok me helemaal dood. Ik sta op, ik zeg, wat is er aan de hand? Maar ik woon alleen, dus niemand zei iets. Een raam, ik kijk uit het raam. Zo'n raam heb ik. En hagel, regen, flits, nog een flits. Ik snel tellen, 1, 2, 3, 4. Hartstikke dichtbij was het, de onweer. Schrok me dood. Wel lekker afgekoeld, maar wel op een manier waarvan ik denk, moet dat nou op die manier? Dus dat is morgen. Lekker fris. Dat is morgen. Dus foto's zijn er wel opgestuurd, heel veel van mensen door het hele land. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Deze bijvoorbeeld is van Gerben, met dit hier zo. Deze is van Sas, oh, die is ook van Gerben. Nu zit het hier. Ja, hartstikke mooi. Stuur foto's, blijf ze opsturen, want ik ben er hartstikke blij mee. Nou, dat was het weer. Of dat was het weer. Doei. Even snel poepen. Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik heb geplast of niet? Ja, het weer voor morgen. Oh, oh, oh. Wisselvallig. Dus opgepast. We gaan meteen door naar een speciaal stukje wat ik nu graag wil gebruiken voor privégebruik. Ja, u zult wel denken, huh, wat doet hij nou? Hij is altijd zo zakelijk als het over het weer gaat. Maar dit keer neem ik een uitstapje. Oplettende kijkers hebben misschien al eens gemerkt dat Simone en ik elkaar behoorlijk leuk vinden. Maar vandaar dat ik via deze manier even wil vragen. Simone, zou jij een keertje met mij willen gaan stappen? Dan zouden wij beginnen bij een leuke, gezellige wandeling. Gewoon met z'n tweetjes. Hier zo. Dan happy eten in een duur restaurant. Of iets wat betaalbaar is natuurlijk. We hebben allebei niet echt dus gigaslaars. Daarna een bioscoopie. Gewoon met z'n tweetjes, gezellig. Filmpje pikken. Daarna. Daarna gaan we lekker dansen in een nachtclub of een discotheek of iets anders waar ze kunnen dansen. Om vervolgens heel erg respectvol naar huis gebracht te worden. Wat denk je ervan, Simone? Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik heb... Simone. Simone. Nou, goh, wat een weer gisteren. Wat een natuurgeweld. Hagel, regen. Morgen is het ongeveer dit. Dus dan weet je dat. Doe mij wat dat betreft een beetje denken aan mijn eerste date met Simone. Wat een heftigheid, zeg. Hé, hey, Simone, sorry nog. Van dat ik mijn piemel liet zien. Dat was niet de bedoeling, maar als ik naar de wc ga, vergeet ik altijd... Omdat ik me over... Simone. Nou, er zijn weer heel veel foto's binnengestuurd. Vanwege natuurgeweld en zo. Met name door Gerben. Die heeft een enorme selectie gestuurd, zoals je ziet. En er zit er eentje bij, jongen. Oh. Ja. Deze. Qua compositie een 10. Waanzinnig hoe je, zeg maar, gevoel en beeld ineen brengt. Met dit hier zo. En dit hieronder. Ik hou ervan. Dus blijf ze opsturen. En Simone, als ik nou beloof de volgende keer gewoon een trainingsbroek aan te doen. Zullen we dan gewoon lekker weer... Simone. Nou, dat was het weer. Of dat was het weer. Doei. Dankjewel, Simone. Kan je zien, ik heb geplast. Nee. Zo, nou, kijk eens even. Dat is voor morgen. Het wordt tricky. We gaan meteen door naar de foto's. Er zijn weer heel veel foto's opgestuurd. Deze is, oh, die is weer van Gerben. Een regenboog. En wat kunnen regenbogen mooi zijn? Zeg ik altijd tegen mensen in het wild. Op straat bijvoorbeeld. Kijk hier, begint die. Heel simpel.
al die kleuren. En dan gaat hij hier zo naar boven. En je ziet in het midden ook van, ze houden het echt vol. Dan gaan ze zo naar het einde toe. En hier stopt hij weer. Zelf ben ik enorm gek op fotografie. Ik heb zelf ook een toestel waar ik af en toe, als ik tijd vind tussen het presenteren van het weer en het enorm voorbereiden op allerlei weersituaties, dat ik dan foto's maak van alles. Heb je foto's waarvan je denkt, hé, dat moet ik zien, stuur het op naar ons. Dat was het weer. Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik heb geplast of niet? Ja, nou, dat wordt morgen best wel afzien qua weeromstandigheden. Beetje bedrukt, beetje benauwd, niet te koud, niet te warm. Misschien is dit wel het moment om even de kijker toe te spreken. Mensen spreken mij op straat wel eens aan. Hé, jij zal wel in een kasteel wonen. Je zal wel bakken met geld verdienen. Of in een hele grote Lamborghini zitten. Nou, geen van allen. Ik kom op de fiets naar mijn werk. Ik verdien helemaal niks in verhouding met wat ik andere mensen soms zie verdienen. Dat is niet respectloos bedoeld, Simone. Maar het is vervelend. Ik kom bijna niet rond. Elke dag Chinees is gewoon verschrikkelijk. Ik hou er niet eens van, maar het is gewoon makkelijk. Ik kan er 2 dagen achter elkaar eten. Nou ja. Wat ik eigenlijk wil vragen is, mensen, als u iets over heeft, voor mijn part een bevroren witbrood, zodat ik het meteen mee kan nemen als u bij de studio bent en u wil wat dingen geven. Dat kan. Blikjes kunnen lang goed blijven. Kan ik weer een avondje even wat anders eten? Dat soort dingen. U helpt mij ontzettend. En voor de redactie, als ik een verhoging zou kunnen krijgen, zou ik heel fijn vinden. Maar dat had je waarschijnlijk al begrepen na dit hele relaas. Goed, ik heb weer wat foto's binnengekregen. Deze is van Gerben. Hartstikke mooie compositie met die dingen en zo. Nou, dat was het weer. Ik hoop dat ik volgende week me wat gezonder voel. Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik heb geplast of niet? Het weer van morgen is een beetje vaag. Omdat er sommige mensen met mijn apparatuur hebben lopen klooien. Er zijn jongens bij mij in de straat. En die gunnen mij mijn succes niet. Dus die vinden het hartstikke lachen om dingen kapot te maken. Zoals hier hebben ze in mijn regenmeter lopen pissen. En mijn thermometer kapot geschopt. Terwijl ik gewoon het weer wil presenteren. Dus, vanmorgen het weer is een beetje vaag. Zoals je ziet, het kan bewolkt zijn, het kan regenen. Maar het zou ook heel droog kunnen zijn of hagelen. Temperatuur schommelt tussen de min 23 en de plus 16. En ik geloof heel erg in Simone. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, werd ik super emotioneel toen ik de foto's van Gerben binnen zag komen. Dan zat er eentje tussen die precies uitbeelde hoe ik me voel. Die wil ik je graag even zien, laten zien. Ik durf er zelf niet in te kijken, want ik wil helemaal emotioneel. Vooral dit hier. Met dit hier zo aan. Dus ik zou zeggen, blijf foto's sturen. Dit was het weer. Dit was het weer. Oh.